Vorige week in de Hardcore Serie. Let's play Minecraft Hardcore! Santos. Hé, hey, jij had iets gevonden in de vorige aflevering, Touder. Diamonds! Toch zijn, hè? Ik heb ondertussen al twee keer. We moeten de kip helpen. Met die kip in veiligheid. Oh shit! 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 Water! 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 Kom, 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 Goedemiddag, daar zijn we weer! Zelda Play 20 en... En heel veel anderen. Hoi. Hallo. Hallo. What's up? Oh, hallo. Is het net zo kokken weer hier als dat het in Nederland is? Heel de groep die is er weer. We zijn weer terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Minecraft Hardcore. En dit keer zei ik het goed, dit keer had ik het niet overmodderd. Wat gaan we deze aflevering doen? Ja, goeie vraag. Zentos die gaat vliegen. Zentos. Dus, ik weet het. Anders ga jij op zoek naar schapen. In de regen. Ja, in de regen. What's the worst that could happen? Mag ik even een slokje drinken van mijn kindercola? Ja, tuurlijk mag jij een slokje van je kindercola. Ga jij dan op zoek naar obsidian? Zoals dat je toen deed samen met mij in mijn gewone Minecraft. Geen diamonds, pickaxe. Ja, maar we hadden toch nog genoeg diamonds over? We hebben nog 5 diamonds, we maken een diamond pickaxe. Oké. Okay. Dan ga ik op zoek naar, want ik wou buiten nog eigenlijk ook wel even op zoek naar het een en ander. Ik heb een kompas, dus ik kan wel eventjes een beetje exploren. Dus... Ik ga wel met je mee. Spetter, spitter, spatter. Lekker in het water. Ik ga nog niet naar huis. Ik kom een druppel later. Nou, ik ga alvast doei! Doei! Time. Bye! Waar ga je nou heen? Ik ben vast weer heel noobies bezig, maar ik heb toch een stick, een feather en een flint nodig voor een pijl, of niet? Volgens mij wel, ja. Ja, maar je moet de flint moet je volgens mij als eerste, dan de stick en dan de feather. Flintstones, meet the Flintstones, nee, they're the modern stone age family. Ook het. Nou, voor de kijkertjes... Nee, 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 geef. Voor de kijkertjes, ik ben helemaal niet erop uit om andere mensen te vermoorden. Maar als het even kan. Oh, dat heb ik al uitgelegd, makker. Dat heb ik al uitgelegd in de nieuwe Super Mario Bros. Serie. Oh? Ja. Er ging ook al een gerucht dat jij een gigantische hekel aan mij had. Ik heb het toch nee, wel... Nee, dat is natuurlijk niet zo. Nee, ik heb ook al gezegd, wij zijn echt hele goede maten van elkaar. Ja. Dus, Wat voor maat? 1A of 2 of 3? Of... Dat weet ik niet. Ik bedoel, Shawnee die had het al over toveren. Als zij kon toveren, kwam alles voor. Kwam Bert terug uit de walking... Hé, ik zie Emmen lopen. Hé, wat? Cheap shot is cheap. Oké, okay, wacht. Marco, koffer me. Ja, wacht, wat ben je nu? Zeven, gaat iets te hard. Je gaat iets te hard. Ik loop gewoon ergens naartoe, ik weet absoluut niet wat jullie aan het doen zijn. Maar iemand moet in ieder geval zorgen dat we dus... Want ik wil wel zorgen dat we dadelijk ook naar de Nether toe kunnen. Want ja, we hebben natuurlijk ook... Ik ga wel terug naar de mine. Ik gooi een ei hierheen en er kwamen 4 kippen uit 1 ei. Oh, nou waarschijnlijk zitten we naar jouw beeld kijken, weet ik veel. Nou, ik wou hem tegen jou aan gooien. Waarom wou je tegen mij aan gooien? Ik ben je kwijt. Ja, ik ben... Oh. Wat was dat? Hoppai. Ik heb geen flauw idee waar ik ben, joh. Ik ben gewoon ergens random naartoe gelopen en ik hoop eigenlijk wat van of schapen te vinden. Of misschien iets van een dungeon ingang of zo te krijgen. Mee, hoor of iets. Ik heb hier wel heel veel schapen, dus ik neem gewoon heel veel schapen mee. Hij heeft loop. Is het niet leuk dat we 2 varkens misschien teruglokken naar het dorp? Wat heeft het voor nut als we genoeg voedsel hebben? Ik bedoel, we hebben een kippenfarm. Zijn te ver weg. Ah, oh, oké. Het heeft geen nut om zoveel farms te hebben. Bunnies! Ik ben eigenlijk op zoek naar schapen. Ah, een albino bunny. Wat lief. Oké, nou. Ik heb geen flauw idee waar ik nu heen ga. La 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 la. Opzij. Heb je wel graan bij je voor de schapen? Graan voor de schapen? Ik heb gewoon 3... Ik heb 4 blokjes wol nou, omdat ik slag ze gewoon. Schapen weer wortels. Ik bedoel, als we genoeg bedden hebben, of we slaan gewoon Zapdos neer. Zapdos. Ja, ik bedoel, hij heeft het nog niet eens gehaald in de Wii U-versie van Smash. Dus wat wil je nou? Dat hadden we eigenlijk net voor de pre-opnames, hadden we het daarover, dus ja. Hey, ik zie paarden. Paarden? Ik moet eerlijk toegeven dat ik iets te weinig Smash heb gespeeld. Willen jullie met mij mee? Ja, ik ga met je mee. Heel beetje. Voor de mensen die het willen weten, Zapdos is alleen maar tevoorschijn gekomen in Super Smash Bros. Melee. Gezondheid. Ja.
Hey. Deze meid wordt ziek. Hey, hebben we nog één waar gaan we naartoe trouwens? Gewoon een mijn zoeken zo. Heeft adventure. Iemand een kompas? Hoe maak je een kompas? Oh, ik heb al een kompas. Okay, die maakt met vier eieren en redstone. In het midden. Dus jij hebt een kompas. Hey, ik ben een koutippen met paarden. Ik dacht dat je dood was. Mag je de leider volgen? Ja, natuurlijk. Het begint nu al donker te worden. Wat is deze? Oh, fijn. En ik ben zo ver weg van huis. Oh nee, wacht. Ik loop weer terug naar huis. Ja, doe nou! Oh, doe mij nou niet na! Wat? Oh. Ik ben nog geen koe tegengekomen, volgens mij. Jongen, ik was een koud tipper. Nee, die slachter! Hey! Oh, mooi! Hij was een... Wat dit? Ik had het niet over Charlie dit keer! Kan die witch ook toveren dan? Ja, oh nee, Leroy. Wat is er? Oh, ik ben een pik gespeten. Ik heb een pik, ik heb dezelfde pik. Xanthos! Ja. Hey! Oh, mooi. Ik was wel bang dat ik nergens meer terecht kon komen. Heb jij wel een kompas? Nee. Heb jij helemaal niks? Ik was Blobby kwijt. Nou, succes, doei! Ik heb ook geen eten meer, dus kan je zo niet bijhouden. Nou, Xanthos, was leuk om je gekend te hebben. Zombie achter je. Sla je mij nou tegen mijn muil aan? Dat was een verkeerde draai. Ik was van plan om je wat vlees te geven, maar nou bekijk het maar. Alsjeblieft. Dank je. Achtergrondgeluid met Mieltje. Nou, het wordt hier nogal druk met zombies, dus ik denk dat we het beste maar naar huis kunnen gaan. Nee. Ja, jongens, wij gaan gewoon mijnen. Ja, ik heb ook niet... Oh jawel, ik heb wel genoeg vlees bij me. Ja, sorry, ik moet echt even een pickaxe maken. Ja. Dit is even een noodoplossing, snap je? Nootmuskaat. Nootmuskaat. Een leuk verhaaltje over nootmuskaat. Nootmuskaat is heel lekker voor over de pompoentaartjes. Over pompoen. The more you know. Over lava, sorry. Wat zeg je? This is Minecraft. En wat heb je dan? Lava moet oppassen voor mij. Zo, dan heb ik even een goede pickaxe, jongens. Oh snap. Dan heb ik allemaal weer verder. Oké, dan... Frick! Gaan we eventjes kijken of we hier nog... Wat de fuck is dat? Dat was je creeper. Hallo. Ik voelde echt of ik... Laat maar. Wat nou, een creeper in mijn rug is niet zo fijn gevoel, nou, maar ik leef nog wel. Omdat ik ook aan het opnemen ben, voelt het alsof ik voor mijn eigen kanaal is, zeg maar. Aha. Nou wil ik natuurlijk helemaal geen reclame maken voor mijn eigen kanaal of zo. Iemand die niet meer... Klik nu op dit logoetje van de Towler. En ga niet heen. Onze channel. Komen. Ga alsjeblieft weg. Oké, doei. Nee, ja. Ten eerste. Je hebt je huis gevonden. Daar. Heb ik deze tunnel gegraven? Okay. Heel goed. Ja. Shut up. Jij niet weg. Ik heb het gevonden. Sorry. Hebben zij iets daar of niet? Ik zou het echt niet weten. Ik zie wel ons huis. Hebben jullie daar wat? Ik heb geen idee van. Leroy. Iets. Ja. Ik zie het afgekeerd. Hoeveel bedden? Ga nou! Zes. Zes? Ah! Sorry. Ja, maar hoeveel bedden staan er nou al? Zes. Ga naar toe. Staan er nou al zes? Ja. Volgens mij wel. Maar we zijn met zeven, toch? Ja, we zijn... Ja. Nou, we waren met acht. Vergeet het. We zijn met zeven. Als we... Leroy? Halp. Jammer dat je geen F3 mag gebruiken. Fout. Nee, F3 mag je niet gebruiken. Dat, dat is een belangrijke regel. Ah. Nice, iron. Het is nog belangrijker om te breken. Grapje. Ik zou jou dadelijk breken. Jongens, jullie horen het nu, hè? Hi. Ja, ik hoor niks. Het is net zoals een blokje onder iemand vandaan mijnen, toch? Dat is zoiets zou ik nooit doen. Je hebt het al gedaan. Oh, ja. Oh mijn Jezus, Leroy. Wow. Nou, Jezus. Jeetje. Dat is mijn. Boemer mijn wereld. Nee, geen lek tijdens battle, kom op. Tik. Het is bijna catchy. Oké, wacht. Kan iemand mij nou vertellen hoeveel huizen... Of hoeveel huizen? Oh, Jezus, dat is veel langer. Hoeveel bedden hebben we nou thuis staan? Onbekend. Vijf. Ik denk... Okay. Ik wil het zeggen, want Santos zal al thuis zitten. Die zou het wel weten. Ja, sorry. Ik ben nog niet echt helemaal thuis in het door het donker heen rennen en weten waar monsters allemaal kunnen zitten. Dat is juist het gevaar van hardcore. Succes. Oh.
Als jij dat gevaar zo leuk vindt, ga je aan. Ik heb wel een appel en gold gevonden. Dus ik bedoel, het is nacht en ik ben hier gewoon nog steeds aan het rondlopen. Omdat ik ben nog steeds op zoek naar wol. Zodat we allemaal kunnen slapen. Je hebt net slapen gevonden, toch? Ik ga de andere kant op. Ik word erin hier. Ik word... Nee. Oh. Nee, Sean, je gaat dus nu niet hier laten! Oh. Alles oké? Okay? Alles is oké. Leeft u nog? Nee, komt dit al uit het woens... Dit is verslaafd erg... Oké. Ja, dat. Dan staat denk ik mijn... Oh nee, sorry, niks, laat maar. Pas op, anders duw ik je dadelijk de lava in. Ja, dan hebben we... Ja, ik niet, het water. Oeh, Darkslayer zou het zeker aanmoedigen. Oh, ik zit op Bedrock. Iedereen wil dus van af. Oké, goed. Oh, doe de groeten aan Fred. Die was best blij. Ik zie hier heel veel skeletons, creepers, en ik hoop dat dit gaat overleven. Bedrock, welk niveau is Bedrock? Oh jeez! Auw! Ah, overleef dit, oké? Oh crap. Nee, jij overleeft het! Oh boy. Hoe vaak moet ik het nog zeggen dat jij dit overleeft? Vaak genoeg. Oké. Nou, ik ben gewoon eigenlijk allemaal skeletons ook aan het verslagen, zodat we dus zeg maar ook dadelijk genoeg pijlen hebben. Zo kun je ook aan pijlen komen namelijk. Werkt ook. Heeft zo zijn voordelen en zijn nadelen. En zijn voordelen. Ik ben gewoon aan het strippen. Wat is dat? Hou je broek aan. Hey, eieren. Strip mine. Oh. Maar dat werd. Oh, daar schrik je van, man. Opeens stond hij daar. Wie? Leroy? Nee. Dat zou ik ook verschrikken, ja. Objection! Hey, Destiny! Oh, man. Wat mooi. I can see you. Now the rain is gone. Pijn mooi. Weet je mij uit, mijn god, ja. Zo. Oh. Whoops. Daar schrik ik niet van, hoor. Ik wil toch een diamonds vinden? Wat is dit voor shit? Ik heb ze in theorie al gevonden. Ik ook. Ja. Dus, hebben we ook al obsidian ondertussen? Ik ben bezig. Oh, ja. Geweldig. Hoi, creeper. Oké, van mijn kant is het echt heel saai beeldmateriaal. Niet zo saai als dat van mij. Ja, maar ik kan alleen maar... een gat aan het dichten van een creeper die ontplofte voor het huis. Sorry. Oh, gezellig. Repareer het maar ook even gelijk, hè. Ben ik mee bezig. Vandaag nog, op z'n minst. Liefst gisteren. Hey. Ik weet niet, is het al voor of na 12 uur? Dat weet ik niet, ik heb geen horloge in mijn. Want anders heb ik heel erg veel tijd en anders heb ik niet zoveel tijd. Het ligt er al, hoe laat al te kijken dit aan het kijken is. Minecraft Redstone. Time. Redstone. Nee! Rechts achter. Iron Hall. Paas erop. Oh, ik zie een Enderman, die wil ik doodmaken. Auw, pijl hem in de kont. Lekker, ga door, geef me meer. Oké. Hoi, Enderman. Ik heb mijn eerste Enderman gekeken. Oh, natuurlijk dropt hij weer geen Enderpearl. Zo altijd zien. Krippen, val naar beneden. Doe me een plezier en val gewoon naar beneden. Ben ik zo eng? Hey, we staan. Een wortel. Een wortel, die mag weg. Hey. Yo, ik wil gewoon... Laat mij nou eens gewoon heel even rustig. Oh. Dank je. Johnny, we willen blij met je. Oh, zo. Auw. Waar is het huis? Nee. Is dit niveau 12? Ja. Ik heb jou. Dit is niveau... Je mag niet kijken... Nee, Leon! Doe het niet, dan ben je dood! Nee! Je mag niet, F3, klungel. Nou, mochten we hem toch killen? No. Have mercy! Mensen, Kate. Hey, maar hij heeft een regel verbroken. Ik heb bewijs dat hij het ook actueel gedaan heeft, dus. En hij heeft niet genoemd op welke verdieping dat hij zat, dus. Ja, maar Leroy weet het wel. Ik haat creepers. Nee, ik ben er zo dol op. Die klap in mijn achterste waar ik de aflevering mee begon, dat was echt. Oh, genieten.
Oh, mooi. Nou, misschien moet je er helemaal volgen staan. Nou, ik geef het op hoor, die diamonds. Ga jij maar lekker... We hebben obsidian. Zullen wij even lekker kijken? Ja, ik heb obsidian, ik heb het al gemaakt. We hebben zo gevonden hoor. Ik kan er niet. Ik heb stuk. Ik heb een wortel. Maar er zitten soms diamonds dicht bij je. Hé. Hey. Klopt toch? Dat bij lava... Ah! Oké. Okay. Ja, bij lava. Ik zag lava. Ah. Pas op voor die lava. Was jij ook voor de lava? Pas nou op. Hey, Aaron. Zit toch altijd, er zit heel vaak toch diamonds bij lavaatje? Ja. Dit is redstone. Oh, ja, dat is iron. Oh, dat zijn eieren, ja. Dat kan niet graven, dus Wow. Shiny wow. Dus wat de blokjes kun je niet graven, dat is het einde van de map, zeg maar. Aha. Dus diepe diepe kan graven. Ik moet er ook heen! Nou, dan weten jullie in ieder geval waar we nu zitten. Diep zitten. Ik ben heel eventjes... oh, ik heb heel veel pijlen. Ja, deze poke die deze op die level kun je wat diamonds vinden. Even zo. Niet vragen wat dat was, jongens. Okay. Wat was dat? Wat was dat? Ik heel diep aan het nadenken was. Oh. Hey, kijk, ik heb een bed gemaakt. Een zeldzaam moment, dames en heren. Ja. Oh! Maar ik... Jongen, wil jij nou nog eens een keer gebeten door een creeper? Dat vind ik leuk. Gebeten door een creeper. Ik wil diamonds. Verander ik dan ook in een creeper? Dat was je toch al? Nee. Volgens de comments. Ach ja. Ik ben zo populier. De comments niet van nice. Nou, ik zit wel even te kijken. Hoe lang zitten we er al in? Oké, okay, we zitten nu een kwartiertje. Iets meer als een kwartiertje. Dus ik kan nog wel heel eventjes on patrol. Voordat ik... ik weet niet. Is er iemand in de buurt van het huis? Nee, toch zeker? Nee. Zelfs ik niet. Ja. Ik ga gewoon het risico nemen. Ik ga gewoon een bochtje ophangen. Hey, Iron. Nobody's going to stop me. Dus, toekomstige ik. Mag ik heel eventjes alsjeblieft het beeld naar mij? Dank je! Wat leuk! Hij luistert ook nog eens een keer naar me. Oké, dus de comment van de dag, die komt van Danny Kuiper. Dus daar gaan we gewoon opschrijven. Danny. Ik heb geen pickaxe meer. Kuiper. Oh, hier, dit is mijn wacht. En die had geschreven... Mijn reactie. Diamond. Dam, dam, dam. Met 5 puntjes. Nou, Danny, gefeliciteerd. Je staat op de Wall of Awesome Comments. En je hebt dus zeg maar de kans op de dog tag. Wat op het einde van de serie zal weggegeven worden aan één van de kijkers, zeg maar, die op de Wall of Awesome Comments staan. Dus gefeliciteerd. Oh, wat zijn we blij. Hey, een schaap. Oh, nou, dan hebben we er nog maar één schaap nodig, want dan kunnen we het zevende bed maken. Of we hakken gewoon de kop eraf van Zetten. Oh mijn god, wat was dat geluid? Wat zeg je? Heb ik geen ex meer. Ah, hey, neem het niet mij dan maar. Nee, nou, nee, het schaap me ook wel vol. Nee, help maar, ik ga weer terug. Zou open gooien? Shawnee, dacht je dat het een creepertje was? Dat is niet grappig. Is er nou? wat doe ik nou weer? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet waar jullie allemaal mee bezig zijn, dat zie ik pas als ik ga editen. Oh ja, dat is waar. Ja, doe echt dan. Wij zijn een Nederlands Let's Play kanaal, ik versta geen zak van wat je zei. Trammels, trammels. Ja, kom hier. Ik kan het niet dit, ik kan het niet meer aan. Ik kan het niet, ik wil het niet. Oh. Wat? Fluffy, je moet nog een end lopen. Nee, dan moeten we allemaal. Oh, jammer nou. Dit telt dus ook als een dead. Jammer nou. Dat mocht je willen. je kunt zoveel lol hebben met Slash Me. Ik had het al bij part 1 eigenlijk een keertje geflikt. Alleen er was maar één kijker die had het, door. Oké. Okay. Hé hey, jongens. De schaap vermenigvuldigen zich. Ik heb nou 2 schapen achter me aan. Oké. De towel died of dying. Serieus. Sorry. Original shit, right there. Oh, ik had de achievement al van koud. Oeh. Wat is dat? Ik volg jou wel, man. Wat is dat? Om. Ik hoor jou wel. Ben je dan? Ik denk niet dat we iets gaan vinden, Shawnee en zo. Het dieren. Ik zou zeggen, die as a diamond, Jack. Jongens, ik hoor iets. Wow, wat is dit hier? Hmm. Hier nog. Oh, ik zie een Enderman! Oh, you don't wanna go there! Oh boy! Oké, er zit hier onder iets, dat kan niet anders. Oké.
Ik ga gewoon exploren, dat is goed met jullie. Ik sta daar recht boven. En ik ben... Ik ben bang. Wilco, doe het nou niet zo. Zorg, ik kom naar je toe. Ja, ik zie hem daar toch staan! Oh, Mozes. Kijk op mijn Mozes. Haar. Hé, hey, maar dan gaan toch... En de mensen kunnen toch niet tegen water, Stefan? Hallo? Stefan? Ja? En de mensen kunnen toch niet tegen water? Ja, ik zie... Oh! Ja, bitch! En ik heb maar denken dat ik hier een cape zou hadden gevonden of zo. Hè. Doe normaal! Wat is het? Ik heb geen flauw idee wat daar gebeurt. Nee, maar ik... Duw me de lava in, jij snuggel. Nee! Ik wou die Enderman onder water zetten. Hij kon bijna niet... Hij was bijna dood. Jongens, heb je een pickaxe voor mij? Nou, volgens mij niet alleen die Enderman zo te horen. Ja, ik heb er één voor je. Yay, dank je. Volgens mij heeft hij er één voor je. Oh boy. Oh. That's all I have. Hoeveel schapen heb jij nou ook, Santos? Want dan hoef ik ook niet meer op zoek naar schapen. That's all I have. Drie? Nou, dan kunnen we terug naar huis toe. Hoeveel obsidian hebben we ondertussen al? Ik heb er 11. 11. Oh, dan heb je er nog eentje nodig. Oh, he's back! Nee. Pas op met slaan! Kan die Enderman in ieder geval oprotten? Ik kom nu met de schapen aan. Nou, die Enderman... Tuur, we zitten niet bij jou in de buurt. Weet je wat nou zo heerlijk is? Ik sta hier gewoon rustig op de overwereld op zoek naar schapen. Ja, leuk! Helemaal in paniek. Gewoon, weet leuk ik is dat, hè? De Tauler is ondertussen al 5 keer dood gegaan. Nee, oké. Stop met dat slash me, oké? Ja, Tauler, stop daar maar eens mee. We hebben 7 bedden. Yay! Shawnee, heb jij... Sorry, deze moest! Oud van mij? Heb ik wat? Oud. Terug naar huis. Nee. Ik vind het best. Nee. Stomme diamond. Hé, hey, dat zijn mijn furnaces. Dank je. Ja, dus. Wauw, die is slecht. Mijn. Neem jij mijn grap nou maar gewoon slecht? Ja. Hoe durf je? Nou, heel makkelijk. Naar huis. Ja, ik Ja, ik wacht even op jou. Wat is dit nou weer voor mij? Hoe komen wij eigenlijk naar huis? Gaat linksaf bij de derde boom. Dan ga je rechts bij het watervalletje. Okay, dan klim je naar boven toe. Dan ga je rechts om bij het grasprietje dat naar het noorden wijst. Oh. Wij vroegen niet hoe we thuis komen. We vroegen hoe we thuis kwamen, lopend. Je zet je ene been vooruit. Dan gebruik je je andere been. Die zet je dan daarnaast. Dan gebruik je weer je andere been. En dan blijf je dan de hele tijd herhalen. En zo kom je van eigenlijk vooruit. En zo kom je dan thuis. That's all I need to know. Oké, maar ik ben mijn linkerbeen of mijn rechterbeen. Gaan we gewoon omhoog klimmen of zo? Ja, rennen. Ik zit hier met creepers te vechten die in de grond zakken. Oh, ja, die hoorde ik. Wilco, ik kom naar jou. Ik kan niet wachten om jullie beeldmateriaal te zien. Mijn beeldmateriaal was echt saai. Het enige wat leuk was, is tot. Wow, ik schrik me dood, man! Wat je niet doet, is niet goed voor je hart. Stel eens, Jody, slapen! Ik wil hier weg! Ik vind het nu al niet meer leuk. Nou, ga dan! Ik kan niet, want ik kan mijn eigen niet. De uitgang niet vinden. Ik ben er. Ja, Jody. Oh, ik ben blij dat je er bent. Nou, moeten we naar boven. Nou, oh, ik wou eten. Nice. Oké, we gaan gewoon naar boven hoor, want ik ben het zat. Ik wil nu gewoon naar boven. Ik loop op met je mee. Ik ga je wel motiveren. I don't care what you think. Goed zo, ga door. Ik heb het idee dat we best hoog zitten. Wie heeft die zandtrapje neergeplukt? Jullie gaan echt precies de andere kant op. Ik heb daar een trap gemaakt en jullie gaan deze kant op. Echt? Oké, fijn dat ik niet gewaardeerd word. Nee! Gewaardeerd wordt hier. Nou, dan gaan we met jou mee. Nee, ik ga niet meer verder. Oké, ga jij maar verder minen, Sony. Ga jij maar verder minen. Ik wist dat. Even kijken. Maar ik zal even de trucje laten zien. Ik wil mijn Sony mee. Wist je dit, Leroy? Nee, dat wist ik niet. Ik heb alleen geen water, dus. Ik weet niet hoe ver dat jullie zijn om terug te komen, maar we moeten de aflevering gesluiten. Ja, we zijn bezig naar huis te graven. Maar ik ben als de dood dat hier gravel op me valt. Maar we zijn best wel hoog. Ja, kan het. Ik heb zo'n gevoel dat het nacht is, of niet? Ik ga even de kippen voeren. Het is nacht. Het is nacht.
Die je normaal alleen in zo deze opname sessie ziet. Nee. Dag, ik kan wel even zorgen. Oh man. Er is niemand dood gegaan, don't worry, anders krijgen we een heel mooi tekstje in beeld. Mm. Nou ja, mooi. Mm. Waarom hier die gravel? Kunnen we het even flint te krijgen? Ik ben bang, Shawnee. Dank je, Roy. Oké. Okay. Ah, slim. Heb je trouwens een kopje? Dat ben ik ook. Ik heb heel veel veren. Ik heb 35 veer. Wanneer zijn we nou eens boven? Heel jong, jong. Zijn jullie al boven? Nee. We zijn onderweg. Wij zijn ook onderweg. Als jullie boven zijn, wacht boven en beschrijf je omgeving. Ik ga echt lachen als we nou gewoon in een berg omhoog gaan graven zijn. Wie had de obsidian trouwens? Ik heb het ook... Dat is zand. Ja! En dat is water. Water. Ik heb ook een waaien in een berg. Sweden. Ik zweer, als we in een oceaan zitten. Oh mijn god! Creeper! Ik hoorde die. Ja, die hoorde ik ook. Ben je nog licht, Leroy? Ja, zeker. Oh man. Zijn we er al? Ja! Hoe moet ik dat weten? Ik zie het huis, ik zie Endermans, ik zie skeletons. Mijn pikkers is bijna gewoon de spider. Shit, waar zitten jullie dan ergens? Waar zijn jullie ondergrond gegaan? Ik heb geen Wij zijn er bijna, pas op voor die creepers. Ja, mijn pik is ook bijna op. Zeg, alsjeblieft dat je nog hout hebt. Ja, jongens, we zitten bijna op de half uur, Mark. Dus, ik zie Shawnee niet lopen. Ja, 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 we zijn er. Kijk uit, we zijn er. Op je twee creepers. Ja, we zitten in een berg. We zitten in een berg. Heel veel open veld en wij moeten precies in een berg omhoog, Mark. Oké, maakt niet uit. Deze kant op. Ik ga even zorgen dat ze veilig thuis kunnen komen. Oké. Okay. Ik zie jullie, ik zie het huis al. Oh my god. Horror creeper. Daar is het geweest, man. Wow, wat een beest hier, oh joh. Rennen. Heel veel creepers hier. Ja, ik kwam naar de morgen en het eerste wat ik zag was... Oh, die zit in het water. In het water ga ik niet, dat is nou zelfmoord. Precies, precies. Zit je in het water? Ik heb nog niks gelukkig, maar... Goedendag! Wie staat er boven op het huis? Wat zijn we straks zo? Santos! Dat hebben we nou echt niet nodig, joh. Hey, kijk eens uit, welke farm, joh. Welke farm? Die buiten. Ja, ik spring toch zo? Ja, what the frick? Wat heb je kapot gemaakt hier? Ik heb helemaal niks gedaan. Jawel, wat jij wel. Zoek jij nou ruzie met mij? Zoek jij nou ruzie met mij? Hé, wat moet je? We moeten de aflevering sluiten, dus kom naar binnen. Nu! Wat ben je aan het doen? Bouwen? Waarom? Zinloos wezen, zoals altijd. Dus, omdat we een andere zinloze avontuur in moord eindigden. Paal. Beste kijkers, we zitten op de half uur. Half uur. Half uur. Ja, daar gaan we nog. We zitten op het half uur. Half uur. Hoe laat is het? Hoe laat heb jij het? 11 uur. Oké, okay, dus. Bedankt jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje van deze aflevering? Ik weet absoluut niet wat er bij de andere camera's is gebeurd. Jullie zullen het zien. Ik zal het wel zien als ik het ga bewerken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Misschien komt jouw comment wel op de Awesome Wall of Comments. Wie weet. Dus, zo te horen hadden jullie nogal veel plezier. Ik zat met de Zapdos opgescheept. Hier. In ieder geval, dank jullie wel voor het kijken. En we hopen jullie morgen te zien bij de volgende aflevering. Dus met iedereen weer. Doei! En laat een like achter als je daar ook de tijd voor hebt. Dankjewel. Bye bye.